Ja, als je dit plaatje zo ziet, dan zou je misschien zo 1, 2, 3 niet denken dat we hier in Hartje Den Haag zijn. En hier, aan mijn linkerhand, vind je Museum Sophiahof. En hier binnen is Museum Maluku gevestigd. We gaan zo meteen praten met twee mensen, waarvan de eerste Henry is. Henry, kun je vertellen waar jullie stichting voor staat? Ja, de Stichting Molukse Historisch Museum, in de volksmond ook bekend als Museum Maluku. Wij staan voor behoud van Molukse cultureel erfgoed. Dus dat betekent dat we het verhaal willen vertellen van Molukkers in Nederland. Ja, het is een heel bijzondere geschiedenis natuurlijk, hè? En waarom is het voor jullie zo belangrijk om juist dat verhaal in leven te houden? Dit is de geschiedenis van ons allemaal. Nederland en de Molukken hebben een relatie van meer dan 400 jaar. Dat is niet niks. En als ik de geschiedenisboeken erop terugsla, dan vind ik daar eigenlijk heel weinig van terug. En wij proberen dat verhaal te vertellen, maar niet alleen over die aankomst, maar ook gewoon over de periode daarvoor. De kolonisatie, de krijtnagelen waar de VOC voor kwam op de Molukken. Maar ook het verhaal van de nieuwe generatie kunstenaars, performers, die dat Molukse verhaal willen vertellen. Heel veel te vertellen, hè, over die geschiedenis. Wat organiseren jullie allemaal? We organiseren livestreams, we maken programma's. We proberen delen van onze archieven digitaal te ontsluiten. Veelal actief op social media, maar ook publieksprogrammering. Dus op zo'n middag als vandaag hebben we beneden, nou, ik denk, een goede 50, 60 mensen binnen die een lezing bijwonen over Patimura. Ray Inda, jij bent junior conservator hier in het museum. Maar als ik het goed heb begrepen, dan is er hier op deze locatie in Den Haag geen collectie te vinden. Klopt dat? Nee, klopt. Het grootste gedeelte van onze collectie is eigenlijk opgeslagen in verschillende depots in Zuid-Holland. En wat voor stukken zijn er allemaal verzameld in het depot? Ja, dat zijn eigenlijk verschillende stukken. Je kan denken aan echt museale objecten, dus aan voorouderbeelden of juist fotocollecties. Dat zijn eigenlijk verschillende deelcollecties die opgeslagen zijn, ja, in het depot. En het lijkt me heel leuk om nog een keertje terug te komen en dan die stukken ook te zien. Er is nog veel meer te vertellen. Absoluut, zeker weten.